Hallo iedereen, ik ben Jimmy Dano van het Key Private Team uit Brussel. Ik ga jullie vandaag kort toelichten hoe dat jullie Key Private zelf kunnen opstarten via onze website. We starten hier op de publieke website natuurlijk. U klikt op beleggen en vervolgens op vermogensbeheer. En dan komt u terecht op de specifieke pagina voor Key Private. U moet altijd eerst de simulatie doorlopen, dus hier gaan we dan klikken op doe een simulatie. U gaat dan zien dat u hier verschillende parameters kan invullen. Startkapitaal, hier staat standaard 25.000 euro. Dat kan u natuurlijk gaan aanpassen. In dit voorbeeld gaan we 50.000 euro nemen. Het minimum startkapitaal is 15.000 euro voor Key Private. De maandelijkse stortingen, die zijn optioneel. U hoeft dat niet in te vullen. In dit voorbeeld nemen we 100 euro. En dan daaronder de beleggingshorizon. Staat standaard op 10 jaar, die kan u ook makkelijk aanpassen. Nu, heel belangrijk, de beleggingshorizon verplicht u niet om Key Private 10 jaar of 5 jaar aan te houden. Dat is niet het geval. Key Private gaat ook niet automatisch aflopen na 5 of 10 jaar. Dus dat is eigenlijk gewoon een parameter die wij vragen, omdat dat een invloed zal hebben op het resultaat van uw beleggersprofiel. Hier gaan we met 5 jaar werken. En dan het risiconiveau kunnen we in eerste instantie zelf gaan kiezen. We gaan hier nu werken met een uitgebalanceerd profiel, bij wijze van voorbeeld. En dan klikken we op bekijk het plan in detail. Voilà. Dus nu komen we terecht op de pagina van de simulator zelf. Hier ziet u een projectie in een gunstige markt, neutrale markt en ongunstige markt. Dit zijn natuurlijk maar projecties. Maar heel handig, op deze pagina is de portefeuille samenstelling bovenaan, tweede rubriek. Als we daar even op doorklikken, gaat u zien dat u eigenlijk altijd, op elk moment, de huidige samenstelling van de verschillende profielen kan consulteren. En in de rechterkolom kan u ook de parameters nog altijd veranderen. Dat wil ook zeggen dat u daar kan gaan vergelijken tussen de verschillende profielen. Ja. We laten het staan op uitgebalanceerd. Als we dan de beslissing hebben genomen en we zijn tevreden met wat we hebben gekozen, klikken we hier op bepaal uw profiel. Komen we op deze pagina terecht. Hier dus kunnen we gaan inloggen. Vooral, we zijn gestart via de publieke website, dus moeten we hier nu inloggen door de gebruikersnaam in te geven en dan te bevestigen met soft of hardkey. In het geval dat u zou gestart zijn op de beveiligde website, dus u was al ingelogd op uw rekeningen, dan bent u ook sowieso omgeleid geweest naar de publieke website. Dan gaat u die stap niet meer te zien krijgen, want u bent eigenlijk al ingelogd. We klikken hier op volgende stap en dan gaan we even inloggen. We komen dan terecht op deze pagina met het overzicht van de parameters die u zelf heeft ingevuld. Wij hebben hier gekozen in ons voorbeeld voor een uitgebalanceerd profiel. Startkapitaal van 50.000 euro. Maandelijkse storting van 100 euro, beleggingshorizon 5 jaar. En dan daaronder ziet u nog staan type rekening. In ons geval gaan we hier gemeenschappelijk aanvinken. Dat is heel belangrijk. Maar u moet weten, Key Private zal gelinkt worden aan uw zichtrekening. Dus als u een individuele zichtrekening heeft, dan zal u er enkel kunnen kiezen uit individueel. Heeft u een gemeenschappelijke zichtrekening, staat hier gemeenschappelijk, zoals bij ons. Heeft u beide rekeningen, zowel individueel als gemeenschappelijk, zal u hier de keuze hebben. We selecteren dan de zichtrekening daaronder. Dat is ondertussen al gebeurd. En we klikken dan op verder gaan. Dan gaan we terechtkomen op de vragenlijst. En starten we met de eerste vraag. Dit is de eerste vraag. Het zijn een vijftiental vragen. En we hebben de vragenlijst al ingevuld voor u. Het zijn een vijftiental vragen. En dan komen we terecht op het volgende scherm. Dit is het resultaat. In dit geval werd het aanvaard. Er staat ook als melding, u heeft Key Private correct aangemaakt. U heeft hier nog een kort overzicht. En hier kunnen we dan eigenlijk nog bevestigen. U moet enkel nog onderaan het orderbeleid aanvaarden, dus dat klein kadertje mag u aanvinken en dan kan u bevestigen met de hardkey of de softkey en dan is de aanvraag helemaal rond.
Nu kan het ook zijn dat uw profiel niet wordt aanvaard en dan komt u op het volgende scherm terecht. Hier ziet u duidelijk het resultaat. Hier staat heel defensief, dus bij het maximale risiconiveau voor uw profiel. We hadden gekozen voor uitgebalanceerd. Resultaat is heel defensief. Als je ook akkoord bent met ons voorstel, klikt u hier op de nieuwe portefeuille ontdekken. En dan komen we terecht op deze pagina. Dus u ziet hier, dat is eigenlijk de pagina van de simulator. Het profiel werd hier nu gewijzigd. Dat kan u zien rechtsboven. Er staat heel defensief. Het volstaat dan om gewoon nog even te klikken op bepaal uw profiel. Onderaan op de blauwe knop. En dan gaat u ook terechtkomen op de eindpagina, waar dat u de Key Private aanvraag kan afronden en bevestigen. Nog heel belangrijk is, voor gemeenschappelijke rekeningen moet ook de tweede rekeninghouder nog bevestigen. Hij of zij kan dan gewoon inloggen op de persoonlijke rekening met de persoonlijke login. En bovenaan op het dashboard of op de onthaalpagina, als u ingelogd bent, gaat u een banner zien staan, lichtblauw of lichtgrijs, met een link naar de vragenlijst. De tweede rekeninghouder dient die vragenlijst nog eens te doorlopen, maar die is al ingevuld. Dus het volstaat dan ook gewoon om op het einde nog eens te bevestigen. En dan is het helemaal afgerond voor gemeenschappelijke rekening. Goed, dat was het. Als jullie daar nog vragen over hebben, twijfel zeker niet om ons te contacteren. We zijn bereikbaar op het nummer 02-679-9111 of per e-mail naar keyprivate@keytradebank.be. Tot binnenkort.